En het kruispunt van de Van Togeruisstraat en de Slangenhoutstraat zal vanaf morgenavond gedeeltelijk worden afgesloten. Dit zegt Henk Wip. Hij is hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken. De werkzaamheden bevinden zich in de laatste fase en binnenkort wordt gestart met de asfalteringswerkzaamheden. Die werkzaamheden worden dit weekend uitgevoerd, zegt Wip. Aanstaande donderdag, dat is 28 maart, zal van de oostelijke zijde van de Van Togeruisstraat, dat is de rijstrook, de rijbaan die gaat van richting Latour, zal één rijstrook open zijn. Er zullen asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden en tegelijkertijd zullen ook in de Slangenhoutstraat werkzaamheden plaatsvinden. De Slangenhoutstraat is van nu ook al afgesloten, maar belangrijk is voor het wegverkeer dat van de oostelijke rijbaan van de Van Togeruisstraat, dat is de rijbaan die gaat richting Latour, één rijstrook open zal zijn. De bromfietsers die zullen omgeleid worden via de doorbraak die is gemaakt tussen de Van Togeruisstraat en de Sumarubastraat. En we vragen de weggebruikers om in elk geval de aanwijzingen die worden gegeven door middel van de verkeersborden en van de politie om die nou weer acht te nemen. De bromfietsers zullen niet toegestaan worden op de rijbaan, maar die zullen omgeleid worden via de doorbraak. Het kruispunt zal van vrijdagavond 29 maart tot en met maandag 1 april zijn afgesloten voor het verkeer. Het zal zorgen voor wat ongerief, maar wij vragen de samenleving om begrip op te brengen voor de situatie, omdat de werkzaamheden noodzakelijk zijn, zegt Wip. Het zal natuurlijk een omleiding zijn. Het verkeer dat komt vanuit het centrum richting Latour zal bij de Willem-Campagnestraat moeten afslaan en via de rotonde Poelenpaantje naar de Kankantiristraat, Calcuttastraat, via de Sarenbrug hun weg moeten vervolgen richting het zuiden. Het bestemmingsverkeer zal wel toegestaan worden. Het verkeer dat komt vanuit Kommerwijnen zal in de periode van vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 4 uur in de ochtend 1 april zal het verkeer zal omgeleid worden via de Kankatidistraat of via de Willem-Campagnestraat. We vragen de gemeenschap om daar rekening mee te houden, want de Van Togeruisstraat zal afgesloten worden vanaf de Kankatidistraat. Het verkeer dat komt vanuit het zuiden richting het centrum zal moeten rijden via de Industrieweg Noord. Het vrachtverkeer zal geen gebruik kunnen maken van de Koffiedam. Het vrachtverkeer zal door moeten rijden naar het oudpad van Wanica en daar rechtsaf slaan om dan terug te komen via de Hernutterstraat naar de rotonde Poelenpaantje. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van OW. We spraken hem over de werkzaamheden op het kruispunt van het Van Togeruisstraat en de Slangenhoutstraat.